Sinds kort moeten de Oekraïners in Nederland, die moeten ook betalen voor gas, licht en water. En dat is dan een eigen bijdrage, maandelijks, ongeveer voor per huishouden rond de 200 euro moeten ze betalen. En wat is er nou in de hand, vrienden? Nederland, ja, die kunnen zo slecht handhaven. Hè? Die verzinnen dan wel zo'n regel, maar die volgen dan niet op. En nu zeggen ze dus, de meeste gemeenten die zeggen ja, het is te veel gedoe om die eigen bijdrage te innen. Dus ze gaan het geld bij die Oekraïners helemaal niet ophalen. Hoe vind je die? Hoe vind je hem? Is hij goed? Ja, hè? Nou. Ja, want ja, ze kunnen moeilijk achterhalen welke mensen in aanmerking komen. En als ze niet betalen, dan hebben ze ook geen stok achter de deur om er iets aan te doen. Nee. En dat heet handhaving, vrienden. En dat is, daar is Nederland zo slecht in. En dat zien we nu weer. Dus die Oekraïners, die betalen niks. Dus als de gemiddelde Nederlander, die wordt hier dus woest om. Woedend. Ja. Want ten eerste... is het belastinggeld? Het is gewoon belastinggeld. Ja, dat gaat gewoon weg naar die Oekraïners. Met die COA, dan gooien ze maar met geld, dan smijten ze met geld. Stop die mensen in hotels en die eigen bijdrage, laat maar zitten. Het is niet te geloven. Ja, en ten tweede, als jij dus... Als jij de hele dag bezig bent in Nederland en je hoort ongeveer bij die 800.000 of 900.000 of miljoen mensen die de hele dag bezig zijn om de ballen maar in de lucht te houden, ja, in het dagelijks leven, dat je net rondkomt, ja, en die mensen, ja, die betalen wel gas, licht en water, ja, voor die mensen is het kennelijk niet te veel gedoe om dat geld op te halen. Nee. Dus als jij tot die groep behoort die het al lastig heeft in het leven, dan komt de stoom toch zo uit je oren. Dan denk je, hoe is dit mogelijk? Ja. Hé, jongens in Den Haag, doe je snel even iets aan.